De uitgever Sergio Herman is ongeveer even energiek als de cuisinier Sergio Herman. Nog geen 2 maanden na zijn magnum opus Sergiology ligt er alweer een nieuw boek en het is alweer van een restaurant van Sergio Herman. Pure Sea in Katzand. Het casual filiaal van de 3-sterrenzaak Oud-Sluis, dat overigens net zo chronisch volgeboekt zit als het hoofdkwartier. Het Pure Sea boek kun je nauwelijks met Sergiology vergelijken. Het is qua vorm wat meer een gewoon kookboek, al is gewoon een predicaat dat eigenlijk op geen enkele manier bij Sergio Herman past. Bijzonder aan het boek is niet zozeer het feit dat er een cd met Pure Sea muziek bij zit, maar wel dat er 2 namen op het kaf prijken. Cirkel Bakker is de chef van Pure Sea. En in het boek staat te lezen dat beide chefs weliswaar van elkaar verschillen, maar met 1 mond proeven. Ik ben Cirkel Bakker. Ik ben verantwoordelijk voor de keuken in Pure Sea. Pure Sea is een restaurant, het tweede restaurant eigenlijk van Sergio Herman. In Katzand. We zijn nu 2,5 jaar open. Het is enorm gegroeid eigenlijk afgelopen 2,5 jaar. We proberen hier goede kwalitatieve gerechten neer te zetten. Een goede prijskwaliteit in een losse en ongedwongen sfeer. Daar hoort ook bij, ja, het zit aan zee. Er hoort bij dat er vlotte muziek wordt gespeeld. De bediening casual kleding draagt. Dat er bijvoorbeeld gerechten gedeeld moeten worden. Softshell krab. Tot de calamansi gel en poeder van gele curry alstublieft. Ik ben 27 jaar. Ik heb hiervoor 3 jaar bij Oud-Sluis gewerkt. Daarvoor 8 maanden Lansboer in de Elzas in Frankrijk. Daarvoor bij de Liberijen. Daarvoor stage lopen in Londen. En daarvoor heb ik middelbare hotelschool gedaan in Tilburg. Ik ben oorspronkelijk ook uit een Brabander. Ik ben in Oosterwijk opgegroeid. Maar ik woon nu een kleine 6 jaar in Zeeland en voel me steeds meer een Zeeuw. Over de toekomst denk ik niet zo super veel na. Ik kijk niet heel veel vooruit. Ik probeer me elke dag echt te focussen op alle gasten die hier in het restaurant aanwezig zijn. En ik wil gewoon lekkere en goede gerechten aan de gasten precies serveren. En ik hoop dat alle gasten tevreden en met een glimlach op hun gezicht de deur uitgaan. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Ik heb hier in Pure Sea genoeg uitdaging en heel veel vertrouwen en verantwoordelijkheid gekregen al heel snel. En op hele jonge leeftijd pak ik met beide handen aan. Natuurlijk, qua toekomst kijk ik wel wat er gaat komen en ik pak alles met beide handen aan. En dan zie ik uiteindelijk wel waar het schip strandt. Ik vind het heel knap en mooi wat grote chefs tegenwoordig doen. Daar heb ik veel respect voor. Maar ik wil zelf gewoon stap voor stap groeien. Het Pure Sea boek is een kookboek eigenlijk met 50 gerechten erin. Een kopje tapas, visgerechten, klassiekers, cocktails, wat heel belangrijk is in Pure Sea. En desserts, de sweets. Het geeft ook een mooi sfeerbeeld van, of heel veel mooie sfeerbeelden van de omgeving en van hoe het hier is. Er zit een cd erbij met de muziek die we hier draaien, dus eigenlijk kun je Pure Sea weer thuis beleven. Dus muziek opzetten, lekker een gerechtje of een tapas thuis maken en je weer even in de Pure Sea sfeer begeven.